gaat om wat u kunt binnenbrengen, wat belangrijk is in de buurt en hoe dat op een gegeven moment in de begroting vertaald kan worden. Samen doen we dat. Samen doen we dat. Samen doen we dat. Prachtig! Ja. Zoals jullie weten zijn er heel veel mensen in Oost die graag wat zouden willen gaan doen of meer zouden willen gaan doen dan ze al doen. En dan denk je aan sporten, taalkursussen doen, mensen willen computercursussen doen, maar creatieve cursussen, van alles en nog wat. Maar soms willen mensen ook vrijwilligerswerk gaan doen, dan wel om een taal te leren, dan wel om zich voor te bereiden op werk of gewoon omdat je het leuk vindt om wat voor een ander te doen. Of mensen willen aan de slag, willen aan het werk, betaald werk, want dat is de beste manier om te participeren. Het doel van het participatiecentrum hier is om voor de mensen die die stap zelf niet kunnen maken, om mensen daar een steuntje in de rug te geven. Nou, welkom in mijn straat. Dit is de Pieter Nieuwlandstraat in de Dapperbuurt. Mijn idee is eigenlijk om hier gewoon in deze bak hier, in deze prikkelstruiken, een moestuin maken. Drie bomen staan erin en ja, ik denk als je elkaar beter kent, dan kan je elkaar makkelijker aanspreken en dan is het ook gezelliger om in de straat te wonen. Nou, deze mevrouw zegt, bij ons in de straat zijn er ook van deze ruimtes, dus kan het bij ons ook gebeuren. Heel veel betrokkenheid uit de buurt, maar ook heel veel ontmoetingen. Niet langs etnische lijnen, maar samen met de buurt, eigenlijk door zulke initiatieven, de buurt claimen door bewoners. Zodoende creëer je ook veiligheid. Wanneer hier mensen dingen gaan doen, dan gaan de jongeren hier ook niet hangen. En dan wordt het hier ook leuk en gezellig en fijn. Wij zijn echt afhankelijk van meldingen uit de buurt, omdat wij gewoon niet bemachtigd zijn qua hoeveel mensen om er overal te zijn. Kunnen we niet een groep mensen bij elkaar krijgen waarmee we gastheerschap, gastvrouwschap in een team van mensen die eigenlijk herkenbaar zijn in de Dapperbuurt, op de Dappermarkt, die alle bezoekers eigenlijk welkom heten? Ik ben hier voor Academie van de Stad. Dat is de organisatie waarvoor ik recent ben gaan werken. En ik ga samen met drie andere studenten ga ik hier in de buurt, in de Dapperbuurt, gaan we twee projecten opzetten om kinderen te helpen. Op het nieuwe schoolplein gaan wij met de jeugd in de zomer, laatste week van de zomer, metselen. Een meneer Dapper of een mevrouw Dapper. Want ideeën bedenken kunnen we allemaal, maar het gaat erom dat de ideeën ook draagvlak hebben. Dat u ook zegt van nou, het is toch wel aardig, want ze begrijpen nu eindelijk, misschien na al die jaren, hè, dat dit is wat die straat nodig had. Of dat net het ingreepje in de openbare ruimte was wat nodig was. Even staan en Dapper staat de markt hier. Het brengt de brein, zet veel plezier. Dapper buurt, zo klein, zo fijn. Wat zou ons leven zonder zijn? Dank jullie wel!